Hoi, ik ben Marijn van Bright. Sinds een tijdje heb ik mijn Nest Hello van mijn deur afgeschroefd en heb ik de Eufy videodeurbel erop gezet. In deze video hoor je de verschillen en overeenkomsten tussen deze twee camera's en natuurlijk mijn oordeel. Maar eerst ga ik je voorstellen aan Eufy. Officieel moet je zeggen Eufy, maar het is een beetje zoals met wifi en wifi. Ik zeg Eufy. En Eufy is een dochterbedrijf van Anker. En dat ken je misschien wel van de powerbanks en accessoires voor je smartphone of je laptop bijvoorbeeld. Maar ze hebben dus ook een merk Eufy dat echt apparaten maakt. Zoals robotstofzuigers, slimme weegschalen, allerlei beveiligingscamera's, waaronder dus deze videodeurbel. En wat ik zo lees online is dat veel gebruikers erg tevreden zijn over Eufy. En dit is mijn eerste kennismaking met het merk. En die eerste kennismaking begon dus met het installeren van die slimme deurbel op de plek waar eerst mijn Nest Hello zat. En dat ging best eenvoudig. Nest Hello eraf, Eufy erop. En daar kwam ik al één verschilletje tegen. Goedkope schroeven. Weet je wat? Ik gebruik die Nest schroeven gewoon. Doe ik toch over niet. Nu is de kwestie van die draadjes weer aan deze schroefjes verbinden en dan zou die het moeten doen. Gaan we los. Wil je nou niet zo pielen met die draadjes zoals ik nu aan het doen ben? Er zit hier ook een batterij in en die kun je gewoon opladen via micro-USB en die zou een half jaar lang mee moeten gaan. Een beetje afhankelijk van hoe je hem instelt. Als je hem de hele tijd laat streamen, dan kost het natuurlijk meer energie dan dat je hem eigenlijk alleen gebruikt als een veredelde deurbel die toevallig ook nog video kan opnemen. En zit die weer los. Dat ligt aan mij hoor, dat ligt niet aan die deurbel dit. Als je voor de bedraden optie kiest, dan heb je wel minstens 8 volt spanning nodig op die draden om die camera te laten werken. Bij mij was het al geregeld, omdat ik die Nest Hello eerder had. Heb je dat dan nog niet geregeld, dan moet je waarschijnlijk een trafo kopen. Maar die kan je overal online vinden voor rond de 2 tientjes ongeveer. Maar is die helemaal aangesloten, dan doet hij het gelijk. Is hij nu dicht. En dat terwijl ik bij de Nest Hello nog een apparaatje in mijn bel moest installeren om het allemaal te laten werken. Scheelt weer. De videodeurbel doet alles wat je verwacht van een slimme deurbel. Als er iemand aanbelt, krijg je een melding. En dat gaat super snel. Binnen een seconde staat er een melding op mijn telefoon. Bij de Nest duurde dat iets langer. Als je niet thuis bent, kan je tegen de pakketbezorger zeggen dat hij het pakketje bij de buren kan afleveren. En bij welke buren? Dat kan je live doen, maar dat kan je ook met vooraf ingestelde standaard antwoorden doen. Of door jezelf opgenomen standaard antwoorden. Dat regel je allemaal in de app. We zijn bij de buren. Dan het beveiligingsaspect van de videodeurbel. Want daarvoor kopen veel mensen hem ook. Hij neemt iedere keer op als hij een activiteit ziet. In mijn geval heel veel mensen die voorbij lopen omdat ze daar verderop naar de supermarkt moeten. Je kan een activiteitenzone instellen, zodat hij alleen die in de gaten houdt. Maar die marges die zijn vrij ruim. Hij detecteert toch ook veel beweging buiten die activiteitenzone nog. Dus ik krijg echt heel veel meldingen op mijn telefoon. Gelukkig kun je die ook uitzetten. Hij geeft gelukkig wel alleen meldingen voor mensen die voorbij komen. Alle voorbij cruisende poezen, die laat hij met rust. En ja, de Nest Hello kan dat ook allemaal. Sterker nog, de Nest Hallo heeft gezichtsherkenning, waardoor die bekende van jou ziet aankomen en kan zeggen wie er voor de deur staat. Maar dan moet je bij de Nest Hello voor betalen. Elke maand. Maar daarover later meer. Eerste belangrijkste verschillen in de camera's op een rij. De Eufy Video Deurbel heeft een resolutie van 2K. En de Nest Hello heeft Full HD. Ze gebruiken allebei een technologie waardoor beelden altijd goed belicht worden. Ook al is er een sterke lichtbron achter iemands hoofd bijvoorbeeld. Bij Eufy gebruiken ze WDR en bij Nest Hello gebruiken ze HDR. Het verschil tussen die twee is dat WDR hardwarematig is en HDR softwarematig. Maar ze hebben allebei hetzelfde goede effect bij beide camera's. De kijkhoek horizontaal is bij de Eufy 120 graden en bij de Nest Hello 160 graden. En de kijkhoek verticaal is 90 graden bij de Eufy en ook weer 160 graden bij de Nest Hello. En vooral die kijkhoek is wel een groot verschil hoor met die Nestcam. Je ziet echt minder. Kijk bijvoorbeeld dit vriendinnetje van mijn dochter. Ze is zo'n 1,20 meter groot. Ja, je kan er gewoon niet heel erg goed zien. Bij de Nest Hello was dit geen enkel probleem.
Verder doet de videokwaliteit van beide deurbellen niet echt voor elkaar onder. Dus tot nu toe is de battle tussen de videodeurbellen best wel spannend, vind ik. Ja, toch? Maar de Eufy die zet nu een sprintje in, want ik heb één ding nog niet over deze videodeurbel verteld, waarvoor ik je even mee naar binnen moet nemen. Ja, mag ik je voorstellen aan Homebase. Of eigenlijk moet ik zeggen Homebase 2. Want er is ook een Homebase 1 namelijk. En dit is je eigen kleine cloud servertje met 16 gigabyte opslag. En hij zit in de doos bij die videodeurbel van Eufy die je beneden zag. Je koppelt hem aan je wifi-netwerk. Met één druk op de knop koppel je hem ook aan je videodeurbel. Vervolgens zet je hem bijvoorbeeld ergens in je woonkamer. En de rest gaat eigenlijk vanzelf. Er zit ook een speaker in, zodat je hem kan gebruiken als extra bel voor als iemand aanbelt. Maar is je eigen bel luid genoeg, dan kan je dat geluid natuurlijk ook gewoon uitzetten en kan je hem ergens verstoppen. In een latere fase kan je er misschien nog wat extra beveiligingscamera's of sensoren voor alarmsystemen op aansluiten. Want dan doet deze Homebase ook dienst als het alarm voor als er dieven inbreken in je huis. Alarm uit. Alle gebeurtenissen die de videodeurbel ziet, die worden dus hier automatisch opgeslagen op die 16 gigabyte opslag. En dat klinkt niet als heel veel, maar Eufy zegt dat het genoeg is voor de meeste mensen om 180 dagen alle detecties bij te houden en op te slaan. Nou kwam ik in mijn situatie niet verder dan 2 weken, want ik heb ongeveer 1 gigabyte aan opslag nodig per dag. Dus dan zit die 16 gigabyte met 2 weken vol. Maar goed, dan nog is dat echt wel genoeg tijd om die ene kwajongen vast te leggen. Want met één druk op de knop kan je via de app beelden downloaden op je telefoon. Eufy werkt trouwens aan een upgrade waarmee je deze USB-poort ook kan gebruiken voor opslag. Door er een stick in te steken of een harde schijf aan te hangen bijvoorbeeld. Dat is wel handig. Alles wat opgeslagen wordt, wordt met 256 bits encryptie opgeslagen. Dus dat kraakt echt bijna helemaal niemand. Tenzij je een zwak wachtwoord instelt. Dus stel een sterk wachtwoord in. Ook al omdat je geen 2-stapsverificatie kan instellen voor je Eufy-account. Ja, en met deze Homebase vind ik de Eufy videodeurbel een overduidelijke winnaar. Want bij Nest moet je €50 per jaar betalen om je beelden 5 dagen terug te kunnen kijken. Ja, en je kan met deze dan wel geen 24 uur opnemen achter elkaar. Maar hij neemt wel alles op als hij maar een beweging ziet met een mens erin. En volgens mij is dat goed genoeg voor een bewakingscamera. En heb je die 24 uur helemaal niet nodig. En bovendien kan je via deze videodeurbel, als je dat wil, wel gewoon 24 uur per dag even live gluren via de app. Zoals je ook door een spionnetje in de deur zou doen bijvoorbeeld. Nog even over de privacyregelgeving. Want wat ik hier doe, mag eigenlijk helemaal niet. Mijn voordeur zit namelijk aan de openbare weg. Iedereen die hier voorbij komt, wordt gefilmd en die beelden sla ik ook nog eens op. Kijk, mocht ik nou een enorme voortuin hebben, dan mag ik wel zo'n videodeurbel ophangen en iedereen en mijn voortuin in de gaten houden. En ik moet dan ook echt mijn best doen om de openbare weg niet te filmen. Bovendien moet ik altijd aangeven dat er gefilmd wordt, zodat mensen ook weten dat er gefilmd wordt. Bijvoorbeeld met deze sticker. Dus wat ik doe na deze test is dat ik in de app instel dat deze camera alleen nog maar filmt op het moment dat er wordt aangebeld. Want dat mag wel. Deze slimme deurbel doet dus eigenlijk alles wat ik wil voor 1 vast bedrag van €200. Dat is ook nog eens €80 minder dan dat je betaalt voor deze Nest Hello. En dan is die ook nog geschikt voor alle belangrijke smart home platforms. HomeKit, Alexa en Google Home. Wat wil je nog meer? Nog even snel over HomeKit ter verduidelijking. Alleen de Homebase, dus het basisstation, wordt ondersteund door HomeKit. De videodeurbel nog niet. Al schijnt er in juni wel een update te komen die dat ook gaat regelen. Bovendien heb je de beelden helemaal zelf en heeft niemand anders die. In de app zit wel trouwens een hele sympathieke donatieknop. Dus als je een keer iets moois hebt gefilmd met de videodeurbel of je ziet iets waar je niet tevreden over bent, dan kan je het via die donatieknop wel naar Eufy sturen, zodat zij het kunnen bekijken. Al met al is de keuze vrij snel gemaakt, vind ik. Ja, de Nest Hello is eleganter dan de Eufy videodeurbel, zeker. De activiteitenzones werken ook beter bij de Nest videodeurbel als je ervoor betaalt. De kijkhoek is ook groter, dus je kan meer zien. En laten we ook die belabberde schroeven die je bijgeleverd krijgt niet vergeten. Die waren ook heel slecht, maar het is allemaal niet iets onoverkomelijks. Want dit ding doet wat hij moet doen en is ook nog eens hartstikke betrouwbaar zonder dat je maandelijks extra kosten kwijt bent. Je betaalt in één keer €200 en je bent er vanaf.
Alles is voor je geregeld. Dus wat mij betreft is het Eufy for life. Of in ieder geval, tot mijn volgende videodeurbeltest. Ik ben benieuwd wat jij van een videodeurbel vindt. Moet die ook aan jouw deur komen of niet? Of bij je ouders misschien? Laat het weten in de comments. Geef een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Hè? Dan zie ik je de volgende keer weer. Bye. Ja, nu ben ik wel naar binnen. Kan je even open doen? Dank je.